En dan zeg ik dat ik hier sta met Ria Bijlo. Ja. En Ria woont hier al heel wat jaren. Ria, hoe lang woon je hier nu al? Al 43 jaar. Dat is al een hele tijd. Vanaf het begin. Dan ben je dus gewoon de eerste bewoner. Eerste bewoner. Zijn we inderdaad. En je zei dat andere mensen hier ook... Die wonen allemaal. Dit rijtje hier van 4 huizen zijn allemaal de eerste bewoners. Dus dat zegt al heel wat. Dat we allemaal met veel plezier hier wonen. Dus... Ja, en het eerste wat je natuurlijk hier ziet is natuurlijk de zonligging. Ja, hij zit op het zuidwesten. En die gigatuin, hè? Ja, fantastisch. Ja. Dat is ons liefhebberij. Maar ja, dat is wat te zien, hè? Ja. Maar jullie prachtig. Hebben een stuk bijgekocht ooit? Ja, een heel stuk bij, omdat we het gewoon heerlijk vinden om te tuinieren. Hier was achter een vogelperkje, met niks aan gedaan. Allemaal konden we dit kopen en ja, dan is het toch verzorgd. Want ja. Wat zijn nou de 3 dingen waar je meest trots op bent in je huis? Of de dingen die we tijdens een bezichtiging misschien wat snel overheen zouden kijken? Het meest trots ben ik, ja, als eerste aanzicht natuurlijk de tuin. Zowel voor als achter. Nou, dat is natuurlijk, die zien we dus allemaal, he, de tuin. Ja, het is natuurlijk fantastisch. En dat is genieten. Nou, en hier dan de keuken, hè? Ja. Dat is, vertel eens wat je nou bijzonder aan de keuken nou, vindt. Nou, de keuken vind ik zo bijzonder. Mensen die van bakken houden, ja, dat is fantastisch. Want ik heb hier een oven. Dus daar kun je van alles in bakken. Fantastisch. En dit is een combi-oven. Dus als je meerdere dingen wil bakken, dan kan het daar geen magnetron, maar echt een combi-oven. Ja, dus echt een combi-oven. Ja, dus dan kun je zowel een magnetron... Als mensen van bakken houden, of ja, misschien moet je als je in het huis komt, moet je gewoon leren bakken, hè? Nou, dat is gewoon waar. Dat is gewoon heerlijk. Onze badkamer zijn we ook heel erg trots op. We hebben een prima wastafel. Een spiegel die meerdere kanten kan belichten. Er zit een lamp in de spiegel. Er zit een lamp in de spiegel. Plus erbij, als je hier aan het douchen bent, beslaat hij niet. Dus dat is ook al een pluspunt. Die beslaat niet als je aan het douchen bent? Nee, dus er zit automatisch een verwarming in, verwarmingselement in. Nou, dat zijn precies van die dingen die je misschien over het hoofd ziet als je aan het bezichtigen bent. Ja, nou, daarom. Hé, en niet alleen moeder geweest... Maar ook oma hier. Ja, ook oma. En met veel plezier, zoals je ziet. En dan blijkt de buurt een fantastische plek te zijn als je kinderen hebt. Ja, dat is fantastisch. Kinderen, of kleinkinderen. Kinderen kunnen zo heerlijk spelen hier. Lekker schommelen. En daar het klimtouw, de glijbaan. En dit is dan het voetbalveld. Ja, hier is het voetbalveld. Kunnen de grotere kinderen, en trouwens kleintjes natuurlijk ook, die kunnen hier heerlijk voetballen. Ja. Dit is het begin van Babbert Fiebelpark. Ja, dat is dit. En het leuke van dit is waar wij dus ons huis hebben. Dat is de laatste straat waar het zo royaal opgezet is. Ja. Ja. En dat is natuurlijk heel lekker als je kinderen hebt. Ja, want die kan je natuurlijk heerlijk spelen. Ja. Nou, ga jij maar. Ik hou liever, ik hou liever droge voeten. Ja. Het Babbert Fiebelpark. Ja. Weet je, daar vind je je kind, het kind in jezelf weer terug. Ja, enig, hè? Dit is dus een uitdaging, hè? Die stapsteen om te kijken dat je droog aan de overkant komt. Nou, laat maar zien dan. Ja. Nee, ik durf niet. Ik heb de gladde voeten. Maar kan je iets vertellen over hoe jij je woongeluk hier gevonden hebt? Of jullie eigenlijk? Ja, gezien. Fantastisch. We hebben met zoveel plezier gewoond hier. De kinderen zijn hier opgegroeid. Konden heerlijk spelen, allemaal vriendjes en vriendinnetjes. Scholen zijn dichtbij, het winkelcentrum is dichtbij. Ja, dus fantastische wijk en buurt. Laten we hopen dat we snel een koper kunnen vinden voor deze woning. Ja. Die eigenlijk dezelfde voordelen ervaart die jullie de afgelopen 43 jaar ook ervaren. Ja, en ook zo mogen genieten van al het moois hier in de omgeving. En van alle mooie bloemetjes natuurlijk. Ja. Hè? Dat is ook wel heel leuk. Ja, want als je komt kijken naar deze woning. Ik zet een bord in de tuin, maar je hebt het bord eigenlijk niet nodig. Als je de voortuin zoekt met de meeste bloemen, dan zit je bij het huis van Ria. Ja. Tot ziens. Oké, dankjewel. Ja, oké.